Ze hebben hele grote klanten, zoals UNICEF, het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen. We hebben het over WRG uit Gassel. Ze maken en verzamelen goederen voor hulporganisaties. En 30 jaar geleden begon Peter van der Voorlen dit bedrijf. Inmiddels is het uitgegroeid tot een heus familiebedrijf. 3 van de 5 dochters die werken mee. WRG in Gassel maakt goederen voor hulporganisaties. En een van de laatste is dit Ebola-pak. Ik heb er wel eens comfortabeler bij gezeten, maar hij staat me wel, toch? Deze tent die gaat straks naar bijvoorbeeld Afrika. Deze tent gaat straks naar Afrika. Als die uit de testfase is, die andere 60 die we vorig jaar verkocht hebben, die zijn al in Ebola-projecten van Artsen zonder Grenzen opgenomen in Sierra Leone en Guinea. En daar hebben ze perfect voldaan, omdat canvas-tenten geen chloor kunnen verdragen en na 3 maanden uit elkaar vielen. Ja. En deze tenten zijn chemicaliebestendig en kunnen gewoon over een lange periode gebruikt worden. Ja. En jullie moeten er dus voor zorgen dat het allemaal heel goed bij elkaar past en werkt. Ja, dat klopt. Daarvoor zorgen we ook altijd dat we de pakken eerst zelf allemaal zien. En dit zijn ook producten die we normaal gesproken ook binnen de Nederlandse markt verkopen. Maar dat is ook wel een verantwoordelijkheid, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Het moet je beschermen, moet het wel aan de hoogste kwaliteit voldoen. Maar hoe weet je dat? Want die Ebola die is daar en niet hier. Nee, dat klopt. Dat weet je op basis van de certificaten die aan de producten hangen natuurlijk. Dat weet je aan de testen die je samen met je afnemers doet. En de analyses daarvan. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Dit is een generator die voor kleine, middelgrote projecten gebruikt wordt in Afrika. Dat is een fabrieksnieuwe generator die wij wat technische veranderingen aan aanbrengen. Maar die wordt dus in bijvoorbeeld ziekenhuizen gebruikt? Ja, die wordt bij ziekenhuizen gebruikt als stroomvoorziening waar geen lokaal net is. Ja. Of in tentenkampen of daar waar ze voor nodig zijn. Heel belangrijk dus? Heel belangrijk. Zonder stroom kan geen enkele hulporganisatie zijn werk doen. Hoe komen die grote hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, UNICEF, nou bij jullie terecht? Wij doen geen echte reclame maken. Men ziet onze spullen in Afrika en vraagt van, hey, we hebben jullie die gehaald, kunnen we dat ook? En ze benaderen ons dan van, willen jullie ons dat beleveren en kunnen jullie ons voorzien van die artikelen? Nou, we zijn naar Haiti geweest, we hebben inzet gehad voor Pakistan en ook nog veel langer terug voor Rwanda-oorlog en dergelijke. Dus wat dat betreft tsunami inderdaad. Ja. Dus we hebben heel veel verschillende dingen hebben we meegedaan en dan is het productassortiment ook heel verschillend. Maar dat gaat dan toch over orders van tienduizenden spullen, denk ik? Ja, het gaat vaak om heel veel goederen die van heel veel leveranciers af moeten komen, die wij verzamelen en ompakken. En waarbij de samenwerking tussen de leveranciers binnen het geheel heel erg belangrijk is. Het is toch wel bijzonder dat zo'n een bedrijf in een klein Brabants dorp eigenlijk hele grote dingen doet voor de wereld. Ja, het gevoel speelt hier sterk in mee. Als ik dat niet zou hebben, zou ik dit werk niet kunnen en niet willen doen.